Het mistige uitzicht dat al een paar dagen te zien is, wordt veroorzaakt door stofwolken die overgewaaid zijn uit de Sahara. In die woestijn zijn er zandstormen geweest, waardoor fijne stofkorrels opstuiven die worden meegenomen door de wind. Meteoroloog Roel Oelers verwacht dat de concentratie van de stofdeeltjes de komende dagen zelfs zal toenemen. Nee, vreemd is het dus niet. Af en toe maken we dus wat wel mee. Maar voor dit keer speelt dus ook de windrichting een hele belangrijke rol. Want in de onderste lagen merken we dus dat de Noordoostpassage dus in feite heerst. Daar waarbij dus het brongebied boven de Atlantische Oceaan zit. En dat wordt geduwd dus naar het land toe. De zandwolk is ook in andere landen in het Caribisch gebied waar te nemen. Dit is geen nieuw verschijnsel in Suriname, zegt Oelers. Dus we verwachten dat er verslechtering op komst is voor donderdag en vrijdag. En daarna moeten we dus kijken naar de modellen. Wat de modellen aangeven, want hoe verder je dus een verwachting maakt, des te meer onzekerheden er zijn. Nou, hoe merkt men dat? Dat dus dan die stofdeeltjes aanwezig zijn in de lucht. Vaak krijg je dus een branderig oog als fijne stofdeeltjes in het oog terechtkomt. Hoe zou je ook kunnen beschermen daartegen als het dus erger wordt? Ik denk dat een stofmasker daar wel toepasselijk is om te gebruiken. Tot zover meteoroloog Roel Oelers. Bij stof- en zandstormen in het woestijngebied kan het stof tot kilometers hoog in de atmosfeer komen. Door de luchtstroming gaan de stofdeeltjes zich verspreiden.